ben daar heel erg kreus op, dat ik dit jaar met Maag met zo'n geweldige stoet. De Maag is hier. Voordat we dadelijk de lekkere tomatensop gaan eten, wil ik een tip meegeven. Os met vastelovend amuseren. Dat geen in zit op vanzelf. Dat hoeft men niet goed te proberen. Muziek, masken en kolderie heuren dan gewoon erbij. Op de dinsdagavond voor de grote optocht trakteerde stadsprins Sander de Neeste de Sittersche Wagenboers traditioneel op een lekkere kom stevige soep. Dat ging er natuurlijk goed in bij de vuile lui die deze week haast dag en nacht bezig zijn geweest om de carnavalswagens op tijd klaar te krijgen voor de optocht die zonnig door de stad zal trekken. In 1982 werden de wagenboers in de toenmalige optochthal in Ophaven door stadsprins Franco de Neeste getrakteerd op een kom stevige soep als dank voor de vuile inspanningen. Alle opvolgers hebben dit gebroek overgenomen. Dinsdag 2 februari waren voor de 33e keer Prinsensop in de optochthal in Zutter. We staan voor de wagen van de buurt stevig. Waar een kleine negentigtal leden deel van uitmaken. Een vriendenclub. Er zijn een paar leden die een verleden hebben op stevig. En de rest zijn eigenlijk via vriend van vriend. En de groep wordt groter en groter. We hebben veel aanwas van jeugd. Begoos in september met de ideeënvergadering. En dan beginnen de constructeurs in oktober met het boeien. En dat loopt dan door pas nu. En hoeveel man zijn dat ongeveer? Dat zijn een 90, kleine 90 lui op het moment. We gaan zondag de straat op met een man of 70, ik geloof 72. Dus we hebben een aantal boeiende leden en we hebben een aantal uiteraard leden die metlopen. En tot de ontwerptafel en de straat op, wie lang zit dat tussen ongeveer? Nou ja, de kennis uitdrukkende dat het een klein half jaar is. Hier loop je de buurt Rijksweg Noord bij Leon Burskens en de rijdt ons vertellen waarom dat de wagen zo geboeid is wie er nu erbij staat. We hebben nu maar een idee, dat gaan we in oktober komen voor de meeste er voorbij heen. En het idee van dit jaar is gans Holland bakt, gans Gelijn bakt, gans Bijk bakt. Maar gans Sittert bakt er niks van. Dat is eigenlijk ons motto van de wagen. En we pakken eigenlijk alle stukjes op wat in Sittert zo al eens een beetje zijn fout gegaan. Er is bijvoorbeeld het ding Casa Piano in Borg. Wat in de meter moet in de bestemmingsplan logisch gaat en daardoor helemaal fout zout. Dat is de torens van Gemlot, van DSM, die wat van alles uitspuugde. Behalve waar ze geld met verdienen, alleen maar rook en stinkroom. Daar zit de bommelding op de Walramstraat, wat uiteindelijk een doos met steven bleek te zijn. En zo hebben we eigenlijk de ganse wagen een beetje onverdeeld in dingen wat in Zittert eigenlijk zijn fout gegaan. Zeg maar, waar Zittert niks van gebakken heeft. Hoeveel man werken hier met? Door de dagse wie van Oebien zijn ze voor meestal met een man of 10, 12 wat hier dan over in de hal zijn. In het begin begint het met een man of 5, die wat lasje constructies maken, vormen. En gaandeweg wordt er een beetje opgeschold met nu die wat plekken, draad trekken, verven. Ja, en nu op het allerletste, ja, nu is het toch wel richtig highlife, zeker vanavond, want Prinsensop is vanavond. Dan is het extra druk, want jij wil toch een keer lekker het sopreuven van de prins. En dat is vanavond, zijn we wel gaan met een man of 20 hier. Dan wens ik dich een hele prettige carnaval en dat alles maar goed wil draaien. Ik heb hem gezien, het is fantastisch, echt wel. Ja, we hopen in ieder geval dat voor de jury ook dat zo bekijken. En dan hebben we een fijne avond en hoeven we niet zondagavond vrucht naar bed. Ja, ik ben Steve van den Dingen. We zijn een club van vrienden en familie. We boeren al een 13 jaar boven carnavalswagens. En zo'n 5 jaar boven hier in de optochthal. Dus het is eigenlijk een familie en vrienden, allemaal hoe zit er.
En als ze echt gaan stellen, wie voor jullie groot is de groep dan? Als ik de club van dit jaar bijeen kan tellen, zit we op 33 man. En het is ook een aardige clubje, wil ik zeggen. Van de Wijk, Engelenkampsraad, Marjan Diederen. En die wou ik eens vragen, hoeveel lu werken hier aan deze wagen met? Nou, aan deze wagen werken we ongeveer 20 lu, afwisselend met. We hebben dus een ploeg die draad zet, een ploeg die last, een ploeg die draad zet en karton zet, en dan nog een plekploeg en een verretploeg. Dus voor werk en plogen. Het is te krijgen nog, sponsoren? Ja, dat wordt wel een beetje moeilijker, maar we hebben nog een wijk waarin goed gecollecteerd kan worden, omdat het een oude wijk van Oetzittert is, waar het vastgelovenshart nog maar goed slijt. Dus, Waar komt het onderwerp vandaan? De Sjoer van Leijenbroek, die bij ons in de wijk ook gedeeltelijk zit, die heeft het jaar het liedje van de vastenavond, Kolder in de Bol. Dus vandaar dat onze wagen Kolder in de Bol is en vandaar de minions erop. Je komt een keer bijeen, glas bier erbij en dan gaat het noodnummer aan. Nou, zo gemakkelijk is dat niet. We komen wel het aantal keren bij elkaar. Eerst brainstormen over het onderwerp, dan gaan we nu aan de slag om te gaan tekenen. En dan wordt er een maquette gemaakt en een tekening gemaakt. En dan eigenlijk vanaf begin november beginnen we echt te boeien. Piet van Erp van de optocomité van Zittert. Ik wil nog een paar vragen stellen, wat misschien de lui gaan het weten. Maar waar wordt op gelet? De bewegingen, de groep, de kleur en de actualiteit. Dat zijn de belangrijkste punten voor een jury nog een keer. Optocomité is niet de jury? Nee, absoluut niet. We hebben een onafhankelijke 18-hoofdige jury die deze wagens en alle andere groeperingen in de noppigheid beoordeelt. Nu ben ik helemaal niet preuts, maar ik zag de achter een wagen staan. Nou, die heeft gesporten, hoor. Zeker weten van vuur. Ik weet welke ik je bedoelt. En we moeten een beetje kennen met vastelaven, daar moest je niks betekenen hebben. Maar de normen, wat ik me dus voorstelde, is van de wagen is zo hoog, zo lang, zo breed. Ja, daar zijn absoluut normen voor. Er zijn normen voor de maakt bepaalde hoogte, anders kunnen ze dan over die stoplichten door. Wat gaat je doen tegen de gaten die er normaliter elk jaar vallen? Nou, we zijn er eigenlijk 2 jaar geleden redelijk offensief tegengesteld. Na 3 jaar geleden was de optocht een beetje uit de handjes gelopen. Alleen, een optocht zonder luiker is absoluut een utopie. Want we hebben 4 verschillende snelheden. De snelheid van de wagen van de groepen, de enkeling en de kuppers die een spel willen spelen. Plus natuurlijk de muziekgezelschappen die ruimte moeten hebben om in marstempo te gaan. En een heerlijke afsluiting. Nou goed, daar kan ik eigenlijk heel makkelijk in zien. Als kiks, ken je op de gezin zondag. Weet dat dit nog een trap hoger geeft. En met wagens, maar ook de groep, ook de enkelingen. Het is gewoon een optocht op gigantisch hoog niveau. Een hele prettige carnaval. En dat er vooral niks mag gebeuren. Dat spreek ik ook goed, dat we er vele goed komen. Maar ook thuis aan het werk. Oké, veel plezier. Dankjewel.